Je moet ook best wel oké zijn met het feit dat het vaak om mij draait in veel dingen. Als ik niet wil komen omdat ik net te moe ben van een training, dan moet je dat, ja, dat moet dan geaccepteerd worden. Want dat, ja, dat, anders kan ik weer niet goed functioneren op het veld. En ik leef voor mijn voetbal. En dat is heel egoïstisch. En dat besef ik ook hartstikke goed. Maar dat is nu wel eenmaal de fase waar ik nog in zit. Ik vind het voetballeven wel heel egoïstisch, dat wel. Het draait vaak continu om jezelf. En dat vind ik soms wel moeilijk. Ik heb dan niet echt moeite met dingen afzeggen, bijvoorbeeld. En als er daardoor iemand wegvalt, dan denk ik, ja dat is nou eenmaal hoe het is op het moment. We zijn in Parijs, de stad van de liefde en de mode, en de plek waar deze 28-jarige voetbalster woont met haar geliefde. Met haar vrolijke lach en onaanvolgbare acties op het middenveld maakt ze sinds 2016 al indruk bij de Oranjevrouwen. Ze speelde bij clubs als Chelsea, Frankfurt en Manchester United en maakte vorige zomer de overstap naar Paris Saint-Germain. Nu maakt ze zich op voor het WK deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit is Helden de podcast en je gaat luisteren naar een gesprek tussen Jackie Groene, Barbara Barend en Marlies van Kleef van Helden. Ja, Jackie, we zitten hier in een heerlijk cafeetje op jouw aanraden. Hier kom je van. Jules heet het hier? Ja, Café Jules. Café Jules. We zijn al de hele dag worden we goed ontvangen. Jackie, de prijs, de stad van de liefde, van de mode. Je ziet er ook al dat beeld gewoon uit. Van het voetbal. Jij gaat hier nooit meer weg. Ik zit wel heel erg goed op mijn plek, ja, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het tot nu toe heel erg goed naar mijn zin. En het is een beetje de perfecte combinatie geworden eigenlijk. Tussen werken, privéleven, dichter bij huis, hoog niveau voetballen. En ik heb het goed hier. En een aardige stad, een mooie stad. Ja. Kan er leuk winkelen? Ben je vaak in het centrum, in La Marais of andere mooie wijken te vinden? Lieke en ik moeten elkaar wel een beetje we moeten soms een beetje uit elkaar blijven. Want we kunnen elkaar nog wel niet opfokken, maar we gaan graag shoppen met z'n tweeën. Vinden we heerlijk. Dus we hebben soms wel momenten dat we zeggen, oké, deze week gaan we nergens naartoe. Volgende week gaan we nergens naartoe. Dus er zijn wel momenten, maar we hebben het gewoon heel erg goed hier. Het is leuk, het is gezellig en shoppen vind ik leuk. En Lieke is Lieke Martens, voor de duidelijkheid. Lieke, jouw Martens, teamgenoot. Natuurlijk. Ja. Jackie, we willen je een aantal fragmenten voorleggen. Yes. Ben je er klaar voor? Oh god, ja, oké. Okay. Spannend, ik weet niet waar het naartoe gaat. Okay. Dit is de eerste. Het voelt alsof het moment voor Oranje dichterbij komt. En daar komt Groene dus. Daar is hij. Jackie Groene. Schiet zij dan Nederland naar de finale van het wereldkampioenschap. Die kleine motor op het middenveld van Oranje. Die hier ineens doorkomt. En de bal precies in de hoek schiet. Achter Lindaal. Ja, we luisteren hier naar Jeroen Elshoff van de NOS. Ja. Tijdens de halffinale van het WK in 2019. Jij scoorde toen het enige doelpunt in de verlenging tegen Zweden. Ja. Je begint heel... ik vind het gewoon, iedere keer als ik dit fragment hoor, dan vind ik het zo bizar dat hij 2 seconden voor het doelpunt zegt, je voelt dat het eraan zit te komen. Het is zo bizar dat hij dat gewoon called, Jeroen. Dat is echt helemaal top. Ja. Je glundert, is dit het hoogtepunt? Of moeten we dan toch 2 jaar teruggaan naar het Europees kampioenschap? Het is natuurlijk wel misschien een persoonlijk hoogtepunt, denk ik. Maar het hoogtepunt was wel het winnen van het EK. Ik denk dat als ik naar het WK, als ik terugdenk aan het WK, dat er vooral ook een beetje een steen op zit, omdat we de finale niet hebben gewonnen. Dus dat blijft iets waar je trots op bent. Maar tegelijkertijd denk ik, daar hadden we nog meer uit kunnen halen. Zeker als je op een WK zo ver komt, dan wil je natuurlijk toch winnen. En dat was met het EK natuurlijk. Het EK was magisch. Dus dat was... ik denk als ik echt het hoogtepunt zou moeten noemen, dan is het natuurlijk nog wel het EK. Want je maakte jouw debuut voor Oranje in 2016 al, 22 januari. Hoe stond jij destijds, 21 jaar was je, op het veld?
Ja, heel onbezonnen eigenlijk. En ik had daarvoor eigenlijk voor mezelf wel besloten dat het er misschien voor mij nooit meer in zou zitten om bij het Nederlands elftal te komen. Dus ja, de eerste keer dat ik uitgenodigd werd, dacht ik, we gaan het wel zien. Ik bedoel, ik had helemaal geen, eerlijk gezegd, daar ook niet echt ambities in. Omdat het zo ver weg leek voor me. Ja, en dan vooral toch omdat eigenlijk niemand in Nederland volgde jou voor je gevoel. Jij hebt nooit in Nederland in de Eredivisie gespeeld. Nee, nee, ik had een prima leven in Duitsland eigenlijk. Daar ging het allemaal heel erg goed. Ik speelde eigenlijk op het hoogste niveau wat ik me toen kon voorstellen. Zeker voor die leeftijd. En ja, er werd nooit geïnformeerd. Er werd nooit gecontroleerd. Er was eigenlijk nooit iemand die kwam kijken voor me. Dus dat was iets wat, ja, op een gegeven moment na een aantal jaren schuif je dat opzij. En ik was daar ook oké mee eigenlijk op dat moment. Omdat ik dacht, oké, ik ga gewoon, ik speel de Champions League. En in de Duitse Bundesliga, wat toen op dat moment volgens mij wel de sterkste competitie was die er was. Grote move gemaakt naar Frankfurt, die net de Champions League hadden gewonnen. Dus ik was eigenlijk voor mezelf goed op weg. Maar ik had geen rekening mee gehouden met het feit dat ik nog ooit terug zou keren bij Oranje. Dus ik ging daar vrij onbezonnen in eigenlijk. Ik kende ook niemand. Wat ook wel grappig was, want iedereen daar is best wel met elkaar opgegroeid. Maar ik kwam echt als een eenling daar binnen eigenlijk. Ja, want in 2017 maakten wij eigenlijk inderdaad pas kennis met jou tijdens dat EK, wat jullie zo fantastisch speelden. En toen was je ook ineens de ster op het middenveld. Je coach Sarina Wiegman roemde je ook met je prachtige steekpasen en je agressiviteit op het middenveld, waardoor ze zei, daardoor worden we echt beter. Hoe belangrijk is zij in jouw carrière geweest? Ja, Sarina is de flip geweest, zeg ik altijd. Sarina heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik nu ben wie ik ben, eigenlijk. En ik heb eigenlijk alles aan Sarina te danken. Dus Heb je dat wel eens aan haar gezegd? Ja, zeker, zeker. Ik heb ook toen ze wegging geappt dat ik nooit zou vergeven. Nee, grapje. Ik gun Sarina alles. En ik ben heel erg blij dat ik met Sarina heb kunnen samenwerken. En ook eigenlijk Sarina's stappen in haar carrière heb mee kunnen maken. Want die kwam eigenlijk ook enigszins uit het niks voor mij op. En werd de beste coach ter wereld. Dus dat is wel heel bijzonder om ook mee te maken als vanuit een speelsterkant. En ik denk dat ik zeker met Sarina, dat je kunt zien wat vertrouwen doet ook met een speelster. En ik heb altijd dat vertrouwen gevoeld bij Sarina. En ik kon heel erg mezelf zijn op het veld. Denk je wel eens, het is nu 6 jaar geleden, 2017 was dat. Hemel, wat is er veel gebeurd met mij in die tijd? Ja, ontzettend. Ja, ik ben naar Manchester verhuisd en toen naar Parijs. En veel nieuwe dingen mee mogen maken, veel mensen mogen ontmoeten. Mensen vragen naar je verhaal, wat natuurlijk al iets heel erg bijzonders is, denk ik. En ik heb gewoon heel veel dingen meegemaakt die ik niet had verwacht dat die binnen mijn carrière span al op het vrouwenvoetbal zouden kunnen gebeuren. En dat is nu wel. En wat mij nog steeds raakt is als ik mensen zie met mijn shirtje aan. Dat ik in mijn jeugd niet verwacht. En dat ik toen ik 16 was en in Duitsland speelde ook niet verwacht. Dat zat er gewoon nog niet in. En die switch is wel heel bijzonder geweest, ja. Dat is echt. Ik moet nog steeds. Soms bedenk ik me nog steeds dat ik een soort voorbeeldfunctie heb. Dat wordt dan zeg maar zo ook vaak gezegd. En ik neem dat nog steeds niet altijd helemaal serieus. Omdat dat ook nog niet. Ja, dat voor mezelf nog niet helemaal zo voelt. Maar als ik dan kinderen zie in een shirtje met Lieke Martens of Vivianne Miedema. Dan denk ik wel van, oké, we hebben echt een voorbeeldfunctie. Dat is echt iets wat nu aan het gebeuren is. Ja, want de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal neemt überhaupt een vlucht. Hè? Als je het afgelopen EK in Engeland ook zag, de aandacht die er daarvoor was. Ja, en dat zie je ook wel hoe dat. Ja, ook daar in Engeland. Dus dat is het mooiste aan zo'n toernooi voor mij op het moment. Wat wij eigenlijk in 2017 hebben gehad, hebben zij in Engeland nog in een vergrote vorm gehad, omdat de mentaliteitsswitch er eigenlijk al een beetje was. En nu zit daar nog een grotere switch. Omdat zij ook nog natuurlijk wonnen
thuistoernooi en het daar al vrij gestructureerd was. En zij hebben natuurlijk ook een beetje het geluk dat, dat zij heel veel speelsters hebben die in Engeland ook daadwerkelijk actief zijn. En dat helpt ook natuurlijk heel erg in het promoten van de competitie. En dat is misschien wel hetgene wat bij ons een beetje ontbrak na het EK. Dat eigenlijk alle topspelers niet in de Nederlandse competitie te vinden waren. En dat lijkt me, ja, dat hebben ze in Engeland wel. Dus bijna iedereen speelt daar in de Engelse competitie. Zou dat nog ooit moeten gebeuren? Dat de Eredivisie dusdanig aantrekkelijk wordt dat grote sterren als Jackie Groen en Lieke Martens ook in de Eredivisie spelen? Ja, ik denk dat wel te bereiken valt. Ja, maar dan moet er wel ook bij clubs een hele switch komen. En dat was beter geweest als dat meteen naar het EK was gebeurd, denk ik. Dat die mentaliteit er kwam, ja. Hmm. Want na dat EK en de WK-finale in 2019... werden jullie inderdaad ook voorbijgestreefd als landen als Engeland dan, Duitsland, Frankrijk. Is dat allemaal te verklaren door dan eigenlijk de Eredivisie die niet sterk genoeg is? Of wat is jouw verklaring ervan dat Nederland toch een beetje in de afgelopen jaren achterbleef? Nou, ik denk niet negatief dat, gezegd hoor. Maar... Ja, maar ik zie het ook niet echt als een achterblijven. Ik denk dat je ziet zelden een land 5 kampioenschappen op rij winnen. Dat is bijna onmogelijk. En ieder team gaat door fases. Je hebt eigenlijk geen één team op de wereld dat een constante fase heeft van alleen maar goed. Dus na een groot toernooi komen er dingen die spelen binnen een team. Speelsters raken oververmoeid, komen nieuwe speelsters bij. Er komt vaak heel veel druk van de pers. Want zo zijn we ook wel in Nederland, daarna is alles niet meer goed genoeg. Dus dat is best wel... een normale fase, denk ik. Ik vind dat niet gek. Ik had niet verwacht dat we nu 8 toernooien op rij zouden winnen. Nee, dat is heel Nederlands, hè? Dat we dan verwachten van... hoezo win je niet? Je hebt het de vorige keer ook gedaan. Ik denk wel dat we qua kwaliteiten inderdaad alles zouden kunnen winnen. Maar om een toernooi te winnen moet alles goed vallen. En dat is nou eenmaal niet altijd zo. Je moet op juiste momenten geluk hebben. Ik kan me nog herinneren dat we het op EK tegen Denemarken speelden. Volgens mij viel er een bal ergens op de lat. Ik heb er nog wel eens over nagedacht. Als die erin valt, dan heb je die wedstrijd gewoon, ben je gewoon weg. Is gewoon heel je EK weg. Je had het net over, ik voetbal echt voor mijn plezier. En ik wil echt nog genieten. Vorig jaar gaan we even terug naar het EK. Jullie verloren kwartfinale in Frankrijk. Je kreeg bovendien ook nog COVID. Ja. Was toen allemaal even niet leuk? Nou ja, ik was gewoon heel erg blij dat ik weer op het veld stond, eerlijk gezegd. Want nadat ik COVID kreeg, dacht ik, nou, dat zit mijn toernooi erop. En dat vond ik wel... niet leuk. Ik heb eigenlijk heel erg genoten van die wedstrijd. Ik was wel helemaal kapot. Dus ik ging daarna op vakantie en ik heb alleen maar geslapen. Er was niks aan voor Bram, mijn vriend. Ik was echt helemaal eraan, want ik ben al wel iemand die... Ik wilde zo graag terugkomen. En ik heb eigenlijk COVID een beetje geprobeerd te negeren. Dus ik ben ook... Meteen nadat de test negatief was, heb ik gewoon getraind. Alles meegedaan. 2 dagen later tegen Zwitserland gespeeld. En volgens mij 3 dagen later 90 minuten plus verlenging tegen Frankrijk. En de klap kwam eigenlijk daarna. Dus ik heb daar wel last van gehad. Maar niet in de zin van mijn plezier of zo, nee. Maar fysiek last meer, ja. Ik had daar fysiek wel heel veel last van. Ja, ik ben echt over een grens gegaan die ik eigenlijk niet had moeten bereiken, denk ik. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij wie ik ben, denk ik. Dus vakantie gehad, nou was het weer oké. Maar dat was wel nodig toen. Ja, was de eerste keer dat ik door had dat ik echt vakantie nodig had, zeg maar. Helemaal kapot. Andries Jonker volgde Mark Parsons op, die na het EK werd ontslagen als bondscoach. Ja. Hoe vind je Andries Jonker als coach? Ja, ik kan het heel goed met hem vinden. Ik vind hem heel fijn. Hij werkt fijn, hij is streng. Heel streng op mij ook. Maar dat vind ik fijn. Ja, ik wil hoezo... Extra streng op jou? Of? Nou, dat niet, denk ik. Nee. Hij is gewoon streng. Hij is gewoon duidelijk. Maar het lijkt me niet een man die schreeuwt. Nee, dat niet. Nee? Maar hij kan wel echt zeggen wat je verkeerd hebt gedaan, zeg maar. Hij is er gewoon heel duidelijk in. En dat is wel heel fijn. Ik hou daar wel van. Ik ben met mijn vader opgegroeid.
Die precies hetzelfde is als Andries overigens. Want mijn vader telt al vanaf dat ik 5 ben hoeveel ballen ik verlies. En dan de simpele ballen. En bij Andries komt ook altijd een lijstje van... de eerste helft heb je zoveel ballen verloren die je niet had hoeven te verliezen. En dat is dus een beetje... Ja, ik herken dat heel erg van Andries en mijn vader. Die had dezelfde tactieken daarin. Dus, maar denk je dan niet, af en toe man hou je kop? Dat heb ik vroeger. Tuurlijk, ja. En het ergste zijn natuurlijk ballen, simpele ballen die verliest, die je niet hoeft te verliezen. Ja. Dat weet je vaak zelf ook ja, wel. Ja, toch? Dat is het ergste. Dat zijn de ergste. Hey, even een luchtige vraag tussendoor, voordat we naar het volgende fragment gaan. Mijn favoriete vakantiebestemming is? Italië. En waar? Maakt eigenlijk niet uit. Ik ben gewoon heel erg weg van Italië. Ik hou echt van die sfeer daar. En het is een beetje zoals hier, eerlijk gezegd, een tiny Italië. Maar gewoon de architectuur, de ijsjes, de sfeer, het rustige aan van Italië. Dat is echt perfect voor mij voor vakantie. Ik zou graag een dagje ruilen met? Nou, ik zei vroeger altijd Obama, toen Obama maar nog president was. Het lijkt me echt, iedereen zou wel willen weten hoe... Maar dan zou ik ook wel willen denken zoals Obama denkt. Het volgende fragment. Hey Jax, Jenny hier. Ik wil even zeggen hoe super, super blij ik ben met jou als beste vriendin. En dat ik super trots op je ben in alles wat je doet. Alle grote dingen, maar ook zeker alle kleine dingen in je carrière. Maar ook hoe je bent als persoon, hoe je bent tegen anderen. En en hoe dankbaar ik ben voor onze vriendschap. Ik mis je echt super erg. En dat weet je ook, maar ik weet ook dat we... toch altijd heel dichtbij zijn. Dat we elkaar altijd kunnen bellen, kunnen bereiken waar je ook bent. En ik weet dat dat ons heel leven lang nog zo gaat zijn. I love you. En ik hoop dat ik je heel snel weer een keer zie. Maar dat komt zeker wel goed. Oké, doei. Ja. We hoorden je beste vriendin Jenny. Ja. Het emotioneert je, het bericht. Ja, wel een beetje. Dat is echt... wel een bijzonder, of in ieder geval vind ik een heel bijzonder verhaal. Want het is gewoon echt mijn allerbeste vriendinnetje. En ze is een beetje mijn familie. Een beetje helemaal mijn familie eigenlijk. En mensen onderschatten soms een beetje hoe snel je mensen kwijtraakt. Eigenlijk door de manier waarop we leven, zeg maar. En Jenny is altijd gebleven. En daar ben ik wel heel erg, echt heel dankbaar voor. Dat is echt iets heel bijzonders. Hoe is jullie vriendschap ontstaan? Nou, wij hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. En daar totaal verschillende groepen gehad eigenlijk. Als in, we wisten van elkaar af. Maar gewoon nooit echt bij elkaar geweest. En toen gingen we naar de Unie in Tilburg. Dus toen kende ik er al een jaar of 6, 7 eigenlijk. Maar nooit echt close. En ik was eigenlijk maar 2 weken op de Unie, want daarna verhuisde ik naar Chelsea. De Unie is de universiteit, toch? Ja, de Universiteit van Tilburg, ja. We gingen allebei rechten studeren op de Universiteit van Tilburg. Maar we wisten dat ook niet van elkaar, want zo goed kenden we elkaar niet. Dus we zaten in de college en dat was echt zo van... Ken jou ook, maar ik weet niet precies waarvan. En we hadden echt al 6 jaar bij elkaar in de klas gezeten. En toen, was heel, heel strange. En toen ging ik... Na 2 weken verhuisde ik naar Chelsea, naar Londen. En toen appte zij mij uit het niks eigenlijk. Ik denk zelfs een berichtje via Facebook of zo was het toen de tijd nog. Want we hadden nog niet eens nummers van elkaar. Van, zal ik een week komen om je te helpen met verhuizen? En toen dacht ik, dat klinkt eigenlijk best wel prima. En sindsdien zijn we er voor elkaar eigenlijk. Het is heel bizar. Echt een heel bizar verhaal. En ik weet nog dat ik tegen mijn ouders zei van... Jenny komt een week. En die zei echt wie? En die hadden echt geen idee. En sindsdien zijn we er voor elkaar. En het is echt best wel een gek leven. Omdat alles is superleuk wat we meemaken. Maar je bent veel weg. Je bent veel onderweg. De mensen die je tegenkomt zijn best wel tijdig, zeg maar. Dus je komt mensen tegen en dan... Hier heb je ook weer vriendinnen die voelen als voor eeuwig. En dan gaat iemand weer naar een nieuwe club. En dan krijg je toch weer... andere connecties en dan gaat het snel weg. Maar Jenny is iemand die voor mij... Die bleef. Ja, en als ik een keer 3 maanden niet reageer op een berichtje... dan is er niks aan het handje. En dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden, geloof me. Maar het gebeurt wel eens. En
Dat is echt iets heel bijzonders. En heeft ze je ook mee helpen uitpakken op andere plekken waar je naartoe bent verhuisd? Ja? Overal, ja, jawel. We zien elkaar nu ook echt best wel veel. Ook met Parijs is dat wel weer wat makkelijker dan met Manchester. Komt ze dan op wedstrijden kijken of met je shoppen? Alles, ja, nee, ja, echt alles. Dus we gaan heel veel vintage shoppen altijd. En ze houdt ondertussen echt van voetbal. Ze weten wel echt totaal niks vanaf. Maar dat is ook wel een beetje de charme. Dat is ook wel heel fijn. Heb je eigenlijk vriendschappen in het voetbal? Of is het mogelijk om naast Jenny, heb je andere goede vriendschappen? Ja, het is wel grappig dat je op iedere plek hou je soms wel 1 of 2 mensen over. Dus ik heb wel echt van iedere plek 1 iemand waar ik nog vaak mee contact. En waar je echt wel een vriendschap mee opbouwt, zeg maar. Waar je echt close mee wordt. Dus ik heb Lieke natuurlijk. Dat is al sinds mijn 15e een van mijn beste vriendinnen. En ik heb in Manchester Emily Ramsey. En je hebt zo wel echt... Ik heb Lotta en Lia zijn nog steeds hele goede vriendinnen. En Cecile Sansvee, waar ik mee heb gespeeld in Frankfurt. Allemaal ploeggenoten. Die was hier nog voor nieuwjaar en zo. Dus er blijven er ook wel. Maar er is wel niemand die me zo goed kent als Jenny. Want je zei in het begin ook van, ja, Jenny is altijd gebleven. Maar ik heb ook veel contacten verloren. Zijn dat dan vooral oude vriendinnen ook van je tijd in Tilburg? Ja, zeker. De oude vriendinnen, maar ook nieuwe vriendinnen. En je moet ook best wel oké zijn met het feit dat het vaak om mij draait in veel dingen. Als ik niet wil komen omdat ik net te moe ben van een training, dan moet je dat moet dan geaccepteerd worden. Want anders kan ik weer niet goed functioneren op het veld. En ik leef voor mijn voetbal. En dat is heel egoïstisch. En dat besef ik ook hartstikke goed. Maar dat is nu wel eenmaal de fase waar ik nog in zit. En heb je daar wel eens moeite mee? Ja, nee. Ik vind het voetballeven wel heel egoïstisch, dat wel. Het draait vaak continu om jezelf. En dat vind ik soms wel moeilijk. Ik heb dan niet echt moeite met dingen afzeggen, bijvoorbeeld. En als er daardoor iemand wegvalt, dan denk ik, dat is nou eenmaal hoe het is op het moment. Ja, dat klinkt heel lullig, maar dat is dan... Ja, dat is dan wat het is. En hoeveel contact heb jij met het thuisfront in Nederland, je ouders dan? Ben je iemand die iedere dag aan de telefoon hebt? Oh ja, ja? ja zeker. Ja. Ik bel mijn ouders echt iedere dag. Dat zijn hoofdfiguren in mijn leven. Gewoon. Ik vind het gewoon leuk. Ze zijn ook vrienden van mij. Dus, en ik bel mijn zus vroeger wat minder, maar sinds dat ze kids heeft ook wel echt iedere dag. Dan wil ik heel even de kids zien. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En we zijn ook wel weer closer geworden sinds dat ik weer hier ben. Dat scheelt gewoon veel, omdat het is gewoon net iets makkelijker voor iedereen. Even een paar luchtige vragen tussendoor. Ja. Als ik geen voetbalster was geweest, dan was ik? Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Ik denk nog steeds... En studeren nog steeds misschien? Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik heb ook nog niet echt bedacht wat ik wil worden. Als je later groot bent? Als ik later groot ben, ja. Zo klinkt het echt, maar dat is echt zo. Ja, het is echt zo. Ik heb nog geen idee van de echte mensenwereld, zeg maar. Ik leef nog in de cloud. Op mijn nachtkastje ligt? Altijd een boek. Ik lees veel. Welke nu? Ik lees nu Anna Karenina. Karenina. Karenina van Tolstoy. Ja, dus dat duurt nog wel even. We gaan naar het volgende fragment. Hey, lieve Jacques. Lieke hier. Ja, ze hebben me gevraagd om iets moois te vertellen over onze band. En we hebben natuurlijk al heel veel leuke dingen meegemaakt. Het begon natuurlijk al op een jonge leeftijd toen we elkaar ontmoetten bij FCR Duisburg. Daar hebben we mooie momenten meegemaakt, maar ook gekke momenten. Ja, vanuit daar is onze band eigenlijk alleen maar sterker geworden en zijn we naar elkaar toe gegroeid. Daarna zijn we teamgenoten geworden bij het Nationaal Elftal. En nu ben ik heel erg blij dat we weer samen zijn hier in Parijs. Je bent gewoon een hele fijne meid. Gewoon heel erg gezellig, leuk, spontaan en oprecht. Iemand waar ik gewoon mijn ei bij kwijt kan, maar ook gezellig mee naar de stad kan gaan en lekker kan shoppen. Ik ben heel erg blij dat je hier in Parijs bent. Dat we nog mooie jaren samen mogen hebben. Hopelijk ook met een paar mooie prijzen erbij. En dat we nog hele mooie dingen gaan meemaken. En hopelijk dat we ook weer iets moois gaan neerzetten op het WK. Een hele dikke knuffel. Blijf wie je bent. Ik ben trots op je.
En ja, ik zie je zo meteen of morgen weer. Doei, doei. We worden Lieke Martens, jouw ploeggenoot bij de Oranje Leeuwinnen. En sinds dit jaar ook Paris Saint-Germain, of sinds het, ja, dit seizoen. Hoe luister je hiernaar? Ja, ik ben gewoon heel trots. En heel trots op de vriendschap die we hebben samen, denk ik. En ook heel trots op Lieke. Ja, ik vind Lieke een hele, hele sterke, krachtige meid. En, maar ook heel erg gevoelig. En ja, ik ben gewoon heel erg blij dat ik echt weet wie Lieke is. Dat vind ik heel fijn. En we zijn echt samen opgegroeid. En daarin ook het voetbalbestaan gehad tussendoor. Maar op een of andere manier komen we eigenlijk altijd weer samen uit. En dat is echt super fijn. Na het EK stonden jullie ook ineens in de schijnwerpers. Hè? Lieke nog meer dan jij, ja, eigenlijk. Ja, Lieke heeft een boom gehad, ja. Ja. Zij heeft ook echt aangegeven dit heel erg lastig gevonden te hebben. Hebben jullie het daar vaak over gehad? Over de worstelingen en de struggles die jullie hebben meegemaakt? Ja, zeker. Ik denk dat zeker voor Lieke dat het best veel is geweest in één keer. Verwachtingen van mensen. Dingen die op je afgegooid worden, waar je vaak zelf heel weinig controle op hebt. Verwijten vaak. Of dat raakt haar gewoon heel erg diep. Dat is gewoon. Mensen vergeten soms dat dingen die je zegt ook bij iemand aankomen. Dat raakt haar heel erg. En daar hebben we het ook wel geregeld over van hoe je daar het beste mee om kan gaan. En dat is denk ik ook hoe we uitkomen op het feit dat we gewoon heel erg gelukkig willen zijn in ons leven, op het veld, maar ook daarbuiten. Zodat je de dagen dat iemand zegt hoe slecht je bent, kun je altijd denken dat je daarbuiten wel goed bent. En dat is fijn. Jij zelf zei eerder in Helden dat je tijdens de coronaperiode voor het eerst in je carrière een beetje hebt geworsteld. Mijn wereld werd heel klein en ik was het plezier verloren. Ja. Heb je toen verteld, hoe was die periode voor jou? Ja, dat was echt de enige periode waar ik oprecht een beetje heb gedacht van, is dit wat ik wil? Omdat het gewoon, zoals jullie al wel doorhebben, denk ik, ben echt heel erg een familiemens. En ik was heel alleen in één keer. En dat vond ik wel, ik vond het wel heel alleen. Dat is echt, natuurlijk, iedereen heeft natuurlijk heel erg gestruggeld met COVID en die tijden. En ik had natuurlijk het geluk dat ik nog naar de club kon. Maar ik had daar buiten heel weinig sociaal contact. En ik zat ook wel een beetje op een eiland. Dus ik had soms ook wel het gevoel van, als er echt iets misgaat, dan zit ik hier helemaal alleen. En dan, ja. Dan heeft niemand in de gaten waar Jackie is. Nou ja, dat niet echt. Maar stel, zeker op het begin van corona wist toch eigenlijk niemand echt wat er ging gebeuren. Nee. En ik zat daar alleen en ik dacht wel, als ik echt ziek word en mijn ouders, dat soort dingen. En mijn ouders kunnen niet naar me toe, dat bedoelde je? Ik bedoel, nu weet je wel beter natuurlijk. En nu weet je ook wel dat het niet zo zwart was dan voor sommige mensen wel overigens. Ja. Maar dat ik best oké was geweest na COVID. Maar op die momenten ben je niet altijd helemaal realistisch, omdat je ook niet precies wist wat er aan de hand was. En ik had er toch wel een beetje stress om, ja. Ik dacht wel van, mensen zijn allemaal samen. Ik zag ook veel mensen samen binnenblijven en samen dit. En ja, ik was vooral gewoon heel erg alleen. Dus ik dacht, ik vind het gewoon niet zo heel erg leuk. En ik denk eigenlijk de eerste keer dat ik echt begon te struggelen was het tweede jaar van COVID. Omdat ik eigenlijk dacht, hoe lang gaat dit dan nog duren? Want het eerste jaar had ik een beetje zoiets van, oké, dit is even volhouden. En daarna. Maar het tweede jaar werd het een beetje uitzichtloos. En toen dacht ik, maar stel dat dit 5 jaar duurt, wil ik dan echt daadwerkelijk 5 jaar alleen zitten? En dat ging op een gegeven moment een beetje spelen. Ja. En dat vond ik moeilijk. Dat vond ik echt moeilijk. Toen heb ik wel echt overwogen om in Nederland te gaan voetballen. Of in ieder geval een basis te hebben thuis. Ja. Zodat ik dat ik voor de toekomst in ieder geval safe was. Hoe heb je dat toch volgehouden toen? Wie hielp sprak jou? Je met iemand of zo? Of? Ja, wel met mijn vader heel erg. En mijn vader, die zei, doe niet zo moeilijk. Oh, ja. Mannen. Andere mensen kunnen niet naar hun werk. En daar had hij natuurlijk ook helemaal gelijk in. En ik zag nog mensen, want hij ging naar training. En hij vond het vooral gezeur. Dus toen. Toen dacht jij, misschien is het ook wel zo. Ja, het was ook wel een beetje gezeur. Maar het was een beetje.
Het was meer dat je... Ik wist echt niet hoe lang het ging duren. En dat was een beetje dat ik dacht... Hoe lang ga ik hier oké mee zijn? Totdat het echt me gaat breken. En ja, voor de rest... Heeft het je gebroken? Nee, eigenlijk niet. Want ik moet ook eerlijk zeggen, COVID was voorbij. En ik was... Of ja, voorbij natuurlijk niet, maar... Dingen gingen weer open en ik was weer gewoon van... Oké, prima, ik ben weer oké. Je bent weer blij. Ja, het was echt, ging echt heel vlot. Eigenlijk weer in het normale leven over ook. En je kon weer naar een restaurantje en dan dacht ik... Wel lekker. Ja. Hey, veel speelsters hebben het ook, of niet alleen speelsters trouwens, ook spelers... over de mentale druk die heel hoog is. Hè. We hebben Denzel Dumfries gehoord op het afgelopen WK. Vivianne Miedema, die zelfs met enorme paniekaanvallen te kampen had. Ja. Heb jij... daar wel eens last van? Of van die druk of van paniekaanvallen of mentale problemen? Nee, eigenlijk niet eerlijk gezegd. Ik kan wel heel erg balen overigens hoor, als ik slecht heb gespeeld. Maar goed, dat is iets anders toch? Maar dat is omdat ik dan zelf gewoon heel erg overzeikt ben van mezelf. Daar kan ik wel, ik kan mezelf wel echt helemaal de grond in praten als ik vind dat ik niet goed genoeg heb gespeeld. Ik kan wel balen van het feit dat ik mensen, dat ik het gevoel heb dat ik mensen teleurstel. Maar niet, ik heb eigenlijk nooit voor een wedstrijd dat ik denk van oké, ik wil dit niet, want het is te spannend of vind ik veel te leuk voor. Dus ik doe het eigenlijk ook vooral voor mezelf. Ondanks het feit dat ik het heel leuk vind dat het voor jonge meiden inspirerend is en dat er gevolgen zijn zoals dit, vind ik hartstikke leuk. Maar ik speel wel het spelletje speel ik voor mezelf. Jij werd ook altijd gezien als dat lachende, vrolijke meisje. Hè? De vrolijke middenvelder. Ben jij veranderd als persoon eigenlijk? In ook al die jaren? Ik hoop dat ik mezelf een beetje ontwikkeld heb. kijk wel ook anders tegen dingen aan vaak, denk ik. Dan toen? Ja, toch wel. Ik denk dat in mijn jongere jaren, om het zo maar even te zeggen, was voetbal echt alles. Ik vind het nu ook wel heel fijn om af en toe te kunnen zeggen... ik ga het nu even niet over de wedstrijd hebben, zeg maar. En vroeger was alles over de wedstrijd. En dat kan ik nu wel wat beter af en toe zeggen van... oké, ik ga even shoppen met Liek. Of ik ga even, weet je wel, ik ga even iets doen... waardoor ik helemaal niet gefocust hoef te zijn de hele tijd. En na het EK vertrok Liek naar Barcelona. Jij 2 jaar later naar Manchester United. Hielden jullie toen wel altijd onderling contact? Ja, we hebben wel altijd gewoon de normale appjes gestuurd en de normale dingetjes gedaan. Maar ja, zoals ik al van tevoren zei, het gaat gewoon heel snel in het voetballen. Dus het was wel anders contact dan we nu weer hebben, nu we samen zijn, denk ik. Dus bij het Nederlands elftal zochten we elkaar volgens mij ook altijd wel weer op. Omdat je dan toch die connectie hebt met elkaar. Maar daarbuiten was het vaak gewoon heel snel. Gaat het goed? Goed gespeeld? Weet je wel, gewoon eventjes snel en kleine. Terwijl nu zien we elkaar natuurlijk wel weer dagelijks. En nu is het ook weer anders. Je maakt situaties van elkaar van dichtbij mee. Dus als er iets gebeurt, dan wil ik checken of ze oké is. Of als er iets met mij gebeurt, wil zij checken of ik oké ben. Dus dan heb je toch weer net een andere band dan dat je op kilometers van elkaar afwoont. Dat is gewoon altijd zo. En zij zei, kom maar hier ook naar Parijs. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ze appte me en ze zei, kom maar hierheen. En ik zei op een gegeven moment van, ja, lijkt me eigenlijk wel een goed idee. En vanaf daar is het eigenlijk wel begonnen, ja. Want je kon naar meerdere clubs, zei je zaakwaarnemer Guido Albers. Ja, ik had of wel... Of heeft hij dat maar een beetje verzonnen? Nee. Ik had een fijn lijstje. Waar kon je allemaal naartoe? Ja. Juventus? Ja, Juventus. En ik heb eventjes met Barça gesproken. In ieder geval Guido. Even met Real geloof ik gesproken. Maar goed, dat is ook allemaal... dat is niet mijn afdeling. Forte, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoor dan gewoon vaak... Oh ja, die heeft ook gebeld, weet je wel. Want ik bedoel, jij kent Guido ook wel. Dat is ook niet echt een heel lang gesprek dat ik dan heb. Dat is meer van... Maar toen koos je voor PSG, omdat Liek hier ook zat. Ja, eerlijk gezegd gedeeltelijk wel. Ja, Lieke was enthousiast. En ik wist ook wel welke speelsters hier zaten. We hadden net tegen Frankrijk gespeeld ook. Met het Nederlands elftal natuurlijk. En Kasia Wiers, maar was me 7 keer voorbij gerend. Dus ik wist ook wel een beetje van de selectie af. En ik dacht, ja, dit is wel echt een... Ik wilde, als ik heel eerlijk ben, wilde ik nog een keer pushen. En wilde ik nog een keer kijken of er nog een... Ja, dat moest nog een level bovenop.
vond ik zelf. En ik wilde echt nog een keer pushen. En daar leek me deze club wel heel fijn voor. En dan was er wel eerlijk gezegd ook ja, de persoonlijke overweging. Die ik wel eerlijk gezegd pas daarna heb gemaakt. Ik moest echt binnen een dag kiezen van wat ik ging doen. Dus het was een beetje een soort van... Oké, let's go. En toen spullen gepakt. En toen daarna eigenlijk pas echt nagedacht over wat ik aan het doen was. Maar ja, er zitten ook veel voordelen op persoonlijk vlak voor mij. Want dichtbij bij huis bedoel je dan ook? Ja, mijn vader komt sowieso altijd wel iedere wedstrijd. Maar die hoeft nu in plaats van 12 uur te rijden gewoon met 3 en 4. Ja. En het is fijn voor mijn vriend die makkelijker naar huis kan. Ja, al die soort dingen zijn fijn aan je. PSG betaalde €150.000 voor jou, lazen we op internet. Ja. Nog steeds een schijntje vergeleken met het mannenvoetbal. Ja, ik moet ook eerlijk zijn. Dit is echt een record dat binnen een paar maanden... Ja, want dat vergeet ik te vertellen. Daarmee werd je de duurste Nederlandse speelster ooit. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat iemand dat ook tegen mij in een interview zei. En dat ik dacht... Leuk. I don't know. Ja, ik bedoel, ja, het zou kunnen. Ik vind het niet heel, ja, niet belachelijk veel. Dus dat wordt vast binnen no time... Weer verbroken. Ja, ja. Ik ben er ook niet ontzettend trots op of zo, hoor. Dus het is alleen... Wij vinden het wel mooi. Klinkt wel mooi, toch? Ja, nou ja, ik vind het fijn dat het geld omhoog gaat. Dus dat houdt in dat alles weer moved. En dat alles weer... dat er weer een stijgende lijn in zit. En ja, dat is goed. En je had natuurlijk het grote voordeel dat Lieke inderdaad hier ook zat. En je zei, je vriend, gaan we het straks nog over hebben, verhuisde met je mee. Maar heb je wel met zo'n transfer, ja, daar is toch veel mee gemoeid. Je moet weer je hele leven opbouwen. Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld hier in Parijs? Nee, eigenlijk niet. Want ik had wel inderdaad Lieke en mijn vriend. En het ging zo snel dat ik echt geen tijd had om te ademen. Ik moet wel zeggen dat ik nu pas... dat ik echt sinds januari pas op mijn gemak ben. Omdat alles zo veel geregeld was, eerlijk gezegd. In de eerste maanden dat ik amper door had wat er aan het gebeuren was. Want ik kan me nog herinneren dat ik aankwam. Zaterdag was de eerste wedstrijd. Donderdag was al Champions League. Dus het was echt gewoon een soort van... Hier is je groep en ga maar spelen. En ik had nog geen huis. En weet je wel, het was echt nog heel... heel hectisch de eerste weken. Dus ik was wel blij toen ik eenmaal mijn plekje had. En de rust had gevonden om gewoon te leven, zeg maar. Ben jij dan ook zo flexibel? Pas jij je zo makkelijk aan? Want... Ja, ik werd echt om 12 uur gebeld dat de deal rond was. En ik stond eerlijk gezegd op het punt om te vertrekken naar training van Man U. En Guido belde, zit je al in de auto? En die zei, nou, blijf nou maar even staan. En toen ben ik in de auto blijven zitten. Volgens mij een half uur of zo, totdat Guido terugbelde. Ik heb nog ondertussen mijn trainer gebeld. Ik ben misschien laat. En tot Guido terugbelde. En om 5 uur was mijn vlucht. En dus ik heb 2 koffers ingepakt. Ik ben nooit meer terug geweest naar mijn appartement in Manchester. Want ja, ik had geen tijd meer daarna. En toen zijn mijn ouders mijn spullen gaan halen. En het was echt... Het was echt een chaos, eerlijk gezegd. Maar past dat ook bij jouw persoon? Of is dat omdat de voetbalwereld dat van jou verlangt? Nee, dat was wel echt een voetbalwereldbeslissing. Dus ik bedoel, ik ben ook niet de moeilijkste daarin. Maar ik had wel graag... Het was fijner geweest om iets... Om een afscheid te hebben. Ja, ik heb mijn vriendinnetjes en zo niet meer gezien. En mijn teamgenootjes daar ook niet meer echt gezien. En ik had de coach nog gebeld of ik snel nog langs mocht rijden. Maar dat was ook niet meer helemaal de bedoeling... Dus je mocht geen afscheid nemen? Nee, ik mocht niet meer langskomen helaas. Dat was wel, dat is dan ook weer een beetje voetbalwereld. Er worden soms dingen besloten voor je in de voetbalwereld. Dat is nou eenmaal zo. En parlez-vous français? Oui, très bien. Oui, je comprends tout. Parler, c'est dur, mais... Praten is nog moeilijk, zeg je. Even voor de luisteraar. Praten is nog moeilijk, maar je verstaat het goed. Ja, en ik kan me ondertussen ook al wel enigszins redden. Ik kan wel bij de fysio vertellen of ik iets aan mijn rug heb of aan mijn dingen. Of aan de... Dus ik kan me wel enigszins redden. Ja. En kom je Messi wel eens tegen bij de fysio? Nee, wij zitten nog helemaal op een ander complex. Dus we zitten nog echt wel afgezonderd. Ik heb hem toevallig wel laatst gezien bij de arts. En weet hij wie je bent dan? Nou, nee, volgens mij totaal niet. Ik zei gewoon hi en hij zei hi. En, ja, ben je met hem op de foto gegaan? Nee. Nee, want ik was ook druk. Ik zei, ik moest naar de dokter, dus ik moest opschieten. Nog wat luchtigs tussendoor. Mijn levenslied is? Landslide van Fleetwood Mac. Is mijn favo. Wat mensen niet over mij weten is...
Oh, ik denk ondertussen eerlijk gezegd na de 10 jaar eigenlijk alles wel. Ik heb geen geheime tricks meer. Oh. Nee, ja, ik denk dat iedereen wel een beetje weet dat ik vroeger gejudo'd heb. En ja, ik heb eigenlijk best wel open boek eerlijk gezegd. Ik heb niet zoveel bijzondere dingen. Niet guilty pleasures, die men niet weten? Oeh. Nou, we krijgen er zo direct misschien wel één. Laten we maar gaan luisteren naar het volgende fragment. Ja, inderdaad. Het laatste fragment, Zakkie. Ik ben heel benieuwd. Hey, Gally. Ik wilde even zeggen dat ik niet anders kan dan trots op je zijn. Als iedereen zo zou knokken als jij, wordt de wereld een stukje mooier. Denk ik echt. Je bent een voorbeeld voor velen en ook voor mij. Dus laat je niet gek maken, oké? En als het even minder gaat, laat ik je wel weer eens winnen met Mario Kart. Ik hou van je. Dat vind ik heel... Dat doet hij niet voor veel mensen, hoor, jongens. Dus jullie zijn heel erg lucky. Nou, jouw vriend Bram, we vonden het ook heel lief. Ja. Oh, je gaat helemaal stralen. Oh. Dat doet hij niet zomaar, zeg jij? Nee, ja. We hebben gewoon niet afgesproken of zo. Maar we zijn... we hebben gewoon gezegd, we gaan het niet doen als stoelen of banken schuiven. Maar het hoeft ook niet overal... Ja. Eigenlijk ook hoe ik mijn relatie zou willen hebben als ik niet in de spotlight, om het zeg maar zo groot te maken. Maar als mensen me niet zouden kennen, dan zou ik ook niet tegen iedereen vertellen wie die was. Dus het is echt mijn favoriete persoon op de wereld wel. Dus ik heb echt heel, heel veel geluk gehad. Echt. En waarom? Wat is er zo leuk in hem? Ja, hij is gewoon een heel, heel goed mens. Hij wil altijd... altijd het goed doen voor andere mensen, voor de natuur zelfs. Hij is heel erg bewust van alles. En hij is gewoon echt heel, heel lief. En hij is gewoon een heel goed persoon. En hij laat je dus af en toe winnen met Mario Kart? Hij wint eerlijk gezegd altijd. En dat is heel dat is dus de guilty pleasure, daar doelde jij op toch? Ja, dat wist ik niet, dat je Mario Kart guilty pleasure had. Nou, ik ben zelf heel erg niet opgegroeid met computerspelletjes. Maar dit is echt een COVID-dingetje. Dus ik heb een Nintendo Switch gekocht tijdens corona. Heeft mijn kinderen ook. Ja, echt. Dit is echt een COVID-dingetje. Ja, Nintendo Switch gekocht, Mario Kart erop, weet je wel. En dan... Nu als we dan thuiskomen van drukke dingen, dan spelen we vaak even een potje Mario Kart. En wanneer hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Ook tijdens COVID. Dus ik was een paar weken thuis in ultra-COVID-modus, zeg maar. Toen iedereen nog thuis moest blijven. En toen kwam er een lichtelijk momentje in de zomer waar je weer een soort van naar buiten mocht. Ja, ja. Weet je wel, die 2-3 spare weeks waar iedereen massaal naar de Efteling ging en zo. En toen weer helemaal los ging. Helemaal. En toen ging ik met Jenny naar het strand. En Jenny had wat vrienden daar. En wat vriendinnen meegenomen. En dan gingen we met een hele groep. En daar zat hij bij. En toen hebben we elkaar leren kennen. Wacht even, en toen zag je hem en toen dacht je? Toen dacht ik, dit is hem. Ja, echt? Ja, meteen? Ja, echt meteen. Toen hij ging zitten, toen dacht ik, dit is hem. En toen, ik was nog een beetje quasi met iemand anders aan daten, eerlijk gezegd. En niet echt, maar gewoon een beetje... Niet serieus, En ik zat in de auto terug en ik ging naar mijn zus daarna. En die zei, hoe gaat het met die en die? En toen zei ik, dat gaat hem niet worden. Ik heb niemand ontmoet en het is hem. En toen een paar weken... Hadden jullie al met elkaar gesproken of dat nog niet? Jawel. Okay. We hebben toen op die stranddag een beetje met elkaar gekletst. En, maar ook, ook een beetje oppervlakkig, weet je wel. Want er zijn allemaal mensen bij. En toen gingen we met diezelfde groep een weekendje weg. Want dat was ook zoiets van, voordat Chucky weggaat... gaan we één keer met z'n allen in zo'n centerparkhuisje... gaan we nog eventjes samen. En toen was hij daar ook weer bij. En toen ben je je huisje niet uitgekomen? Nou ja, het was echt superleuk. En toen zijn we één keer op date geweest. En toen ging ik terug naar Engeland. Oh. En toen was het natuurlijk weer massale COVID-modus. En niemand erin, niemand eruit. En toen dacht ik, dit meen je niet. Want ja, ik dacht, hij gaat natuurlijk geen maanden zitten wachten. Maar je deed. En was het helemaal top. Ja. En toen zag je elkaar weer daarna en toen... Hij is op een gegeven moment, toen alles weer een beetje open mocht... is hij een paar keer naar Engeland gekomen. Was dat dan zo van die rennende scènes op het vliegveld in elkaars armen? Nou, het was vooral nog binnenzitten. Met mondkap op. En binnenzitten. Want in Engeland moest je dan 12 dagen in quarantaine. Oh, ja, tuurlijk. Dan kwam hij natuurlijk voor 3 dagen en dan was het gewoon 3 dagen binnen. Zo van,
wat gaan we doen, weet je wel? Dus de eerste keer dat hij komt, in de beginfase awkward. Van een nieuwe liefde is dat helemaal niet erg. Super, ja, maar de eerste keer is wel heel awkward. Want ja, ik had hem natuurlijk echt nog maar 2 of 3 keer gezien. En dan komt iemand natuurlijk een heel weekend in 1 keer. En je kan niet naar buiten. Dat is echt wel... Toen ik dacht van tevoren, dacht ik wel, wat gaan we in vredesnaam doen? Maar het was zo fijn vanaf het begin. En, ja, hij is echt een... Hij is gewoon echt een heel, heel goede jongen. Bram zegt, als iedereen zo zou knokken als jij, maakt dat de wereld mooier. Ja. Waar haal jij je drive vandaan, Jackie? Ja, ik denk wel in plezier. Ik wil het gewoon leuk hebben, eerlijk gezegd. En ik wil dat de mensen om me heen het leuk hebben. En dat is eigenlijk alles. Ik denk dat veel te veel mensen achteraf 50 zijn en dan denken, oh, had ik maar meer... Of had ik maar dit, of had ik maar... En ik denk dat ik best wel goed ben in iedere dag precies doen waar ik zelf zin in heb. Dus dat is wel, En dat klinkt ook weer best wel egoïstisch. Maar goed, dat is wel ik en mijn omgeving. Maar dat had je ook als klein meisje, toen je 5 was en begon met voetballen? Ja, eigenlijk wel. Dus mijn vader die voetbalde, mijn zus ging voetballen. En ik wilde heel graag meedoen. En dat vond ik toen al... fantastisch om te doen. En soms haal ik mijn plezier uit de wedstrijden. Soms uit de trainingen. Soms uit 's avonds naar de bios gaan met Bram. En soms is dat... Dat kan echt heel verschillend zijn iedere dag. Maar en soms door filmpjes van Cruijff, jouw grote held, te bekijken? Ja, 100%. Ja, en Cruijff is... Ik denk dat daar misschien ook wel een beetje de aansluiting ligt... waarom ik hem zo indrukwekkend vind. Omdat ik denk dat hij precies gedaan heeft wat hij... wilde doen in zijn leven. Dat vind ik heel indrukwekkend. Hoe zie jij je toekomst voor je met Bram? Oh, hopelijk echt... hopelijk heel lang. En hopelijk blijft hij. Dat zou top zijn. Dus dat is mijn grootste doel. Maar jouw zus Merel is moeder. Ja. Wat voor een tante ben jij? Ja... Merel gaat zich stuk lachen. Heel vervelend, want ik maak ze heel druk... En dan daarna ga ik weg. Dus ik bel ze heel vaak. En dan zegt Merel, krijg ik daarna een appje van... Oh, nu is hij weer helemaal on, zeg maar. Nu is hij weer helemaal... Maar ik vind ze geweldig, de kids. Ik had niet eigenlijk eerlijk gezegd niet verwacht dat ik ze zo snel zo... dat is echt iets wat je moet meemaken om dat te weten. Want ik hoorde wel vaak mensen, ja, nichtje hier. En dan dacht ik, gek, ja, hè? Hoe je daarvan kan houden, toch? Oh, dat is echt bizar. En ik had eerlijk gezegd echt niet verwacht. Ik dacht, ja, voor mij, ik vind het superleuk hoor, kids. En ik dacht, dat is superleuk dat Merel gelukkig is. Daar ging het me eigenlijk vooral om. Maar nu, ik ben echt helemaal verslaafd soms. Dan wil ik echt, ja... En mijn kleine neefje, die kan nu net poetjes maken, cappuccino's. En dan belt hij, dan moet ik een poetje voor hem maken. Moet ik de koffiezetapparaat vindt hij geweldig. Dus dan soms bel ik mijn zus en dan zeg ik... Kun je Edu niet even wakker maken? Ik ga net de koffie... Ja. Nee, nu niet, zegt ze dan. Ja. Zie jij jezelf over een paar jaar hier in Parijs ook met een kleintje rondlopen? Oh, ik zou heel graag kids willen, ja. Maar ik ben nog wel ver vanaf, eerlijk gezegd. Ik wil nog voetballen. En ik wil eigenlijk ook nog een jaartje of misschien 1, 2 voor mezelf. Dus, als je bent gestopt, bedoel je? Ja, dat in ieder geval, dit plan moet wel eerlijk zeggen... dat dit iedere dag met 180% kan draaien. Yeah. Ik zou graag ook nog eventjes tijd voor mij en Bram hebben. Voordat ik denk, zodra je kids krijgt, gaat het om de kids. En ik denk ook dat ik zo word. Dat ik, zodra ik kids heb, dan moet alles geregeld worden voor de kids. We zeiden het al, jij speelde nog nooit in Nederland. Is dat ook een droom voor jou om te eindigen bij een eredivisieclub? Was het wel, eerlijk gezegd. Nu ik Bram bij me heb, is het wel iets minder. Ik had heel erg zo van, ik wil wel naar huis. En ook wel gewoon voor dat familiegevoel dat je thuis komt. En dat je samen gaat koken in plaats van alleen. Maar nu dat hij hier is, heb ik dat wel een stuk minder ook. Dat ik denk van, ja... Ik heb hier eigenlijk alles wel, ook wel wat ik wil. En mijn ouders zijn nog fysiek in staat om hierheen te komen. En zolang ik die cirkel heb, zeg maar, dan ben ik eigenlijk wel goed. En dan dus op het hoogste niveau kan blijven spelen. Ja, dat is wel een beetje wat ik ook... Ja, ik wil het liefste zo hoog mogelijk eindigen. En, ik zei vroeger altijd, ik wil een keer de beste van de wereld zijn. Dat lijkt me nu... te ver weg, zeg maar. Maar
ik wil wel blijven pushen daarvoor, zeg maar. Zo lang mogelijk. Nou, daar staat een WK voor de deur. Dus, ja. Ja, god, ja. Als we, dat zou mooi zijn als daar alles ook draait. En als we het goed doen als team, dat zou echt supermooi zijn. Ben je daar al erg mee bezig? Nee, echt totaal niet. Maar ik denk dat dat ook weer een beetje bij het sportersbestaan hoort. Omdat we hebben gewoon hier nog heel belangrijke wedstrijden komen. En ja, dat komt ook met toernooien in één keer op je af, vind ik vaak. Dat is een soort van heel ver weg. En dan in één keer ben je bij de eerste wedstrijd. Ga jouw familie en vriend eigenlijk de reis maken naar Australië, Nieuw-Zeeland? Het zit wel een beetje in de planning, maar het is heel lastig nog om alles te regelen. Het is echt verschrikkelijk eigenlijk. Omdat je zo ver van elkaar speelt. Ja, wij zijn dan bijvoorbeeld weer gebeest in het noorden van Nieuw-Zeeland. En de wedstrijden zijn heel erg Zuid-Nieuw-Zeeland. En waar gaan ze dan zitten? Gaan ze dan juist bij de base zitten, maar dan missen ze de wedstrijden? Of gaan ze bij de wedstrijden zitten, maar dan heb ik natuurlijk geen dag vrij? Of kan ik ze eigenlijk niet zien? Dus het is heel, het is een beetje moeilijk dit toernooi. Ja. Want normaal reizen ze echt overal naartoe, hoor. Want ik bedoel, mijn vader heeft nog nooit een wedstrijd gemist. Maar dit is wel echt een moeilijke. En mijn vader vliegt niet graag, dus die heeft het wel heel moeilijk dit toernooi. Hij is lang met de boot. Ja, en dit vindt hij echt erg, hoor. Dus het is een sore point. Laatste vraag, Jackie. Hoe hoop jij later herinnerd te worden? Ja, ik denk als een als een goed persoon, als een fijn mens, denk ik. Hoop ik. Dat hoop ik echt. Ja, ik hoop dat er niemand naar huis gaat en denkt... Pff. Die Jackie was met er een. Ja. I don't know. Ik wil graag mijn eigen ding doen. Dat is misschien alles. Mooi. Jackie, ik wil je namens Marlies en alle luisteraars onwijs bedanken. Ja, thanks, dat al je dromen mogen uitkomen. En dat die grote glimlach op je gezicht mag blijven. En dat we van je kunnen genieten op het WK. En dat je lekker rondfladdert in Parijs. Ja, onwijs bedankt. En ook iedereen voor het luisteren. Ja, tot jullie ook heel keer. Bedankt. Het was een fijn interview, wil ik zeggen. Dankjewel. Thanks.